We zijn een daadkrachtige gemeente en onderdeel van de samenleving. Onze missie? Wij creëren samen met ons bestuur en onze samenleving gelukkig wonen, werken en verblijven in Hilvarenbeek. Als ondernemer vind ik het fijn om hier in Hilvarenbeek te ondernemen. Omdat de gemeente ervoor zorgt dat er verbindingen worden gelegd tussen verschillende disciplines en verschillende faciliteiten hier. Ik vind het ook belangrijk dat kinderen kennis maken met verschillende soorten muziek. Niet iedere gezin heeft het zo breed om dat voor hun eigen kind te realiseren. En daarvoor is het Jeugdcultuurfonds. Daar ben ik heel blij mee dat het nu actief is hier in de gemeente. Plannen voor leefbaarheid van kleine kinderen, die maken wij hier gewoon zelf. Maar daar is het belangrijk dat de gemeente daarbij aansluit en dat mede mogelijk maakt voor ons. Voor ouderen, maar met name ook voor jongeren om die in die stout aan te houden. Wat we doen is dat we voor de vrijkomende locaties keukentafelgesprekken voeren met eigenaren. En de reden waarom we dat doen is dat we één op één van die mensen zelf te horen krijgen waar de wensen en de behoeftes zitten. En ook een oplossing bieden die vanuit de mensen zelf komt en niet alleen vanuit ons eigen gedachtegoed bedacht is. Veel mensen weten niet dat wij in Brabant voorlopers zijn met onze dorp- en buurtondersteuners. En als er extra hulp nodig is, in bijvoorbeeld een gezin met jonge kinderen, kunnen we niet alleen een beroep doen op de gemeente, maar ook verder in de regio. Beekse Bergen trekt jaarlijks ruim 1,5 miljoen bezoekers. Dus daar zijn we super trots op. Trots ook op onze omgeving, dus dat delen we ook heel graag. Want daar komen niet alleen onze bezoekers vandaan, maar ook onze leveranciers en onze medewerkers natuurlijk. De gemeente heeft een flinke innovatieve slag gemaakt. De burger kan steeds meer van thuis uit regelen. Een afspraak maken bijvoorbeeld, zodat we deze goed voor kunnen bereiden en de burger snel en goed geholpen wordt. Dat mensen tevreden de deur uitgaan, dat vind ik het belangrijkste eigenlijk. In deze gemeente organiseren wij veel evenementen met vrijwilligers. Dat doen we voor en door Hilvarenbeek. Ja, deze Vrijtof en ook andere plekken in Hilvarenbeek zijn voor ons een soort van heilig. We gaan daar zeer zorgvuldig mee om en we vinden het belangrijk dat de gemeente daar niet aan twijfelt. De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van regelgeving. Maar het moet wat ons betreft ook realistisch, werkbaar en ook leuk blijven. Dat gaat gelukkig steeds beter, maar we zijn er nog niet. We ontwikkelen bij onze medewerkers het vermogen om te schakelen, te verbeteren en te vernieuwen vanuit een basis die op orde is. Zodat we een zelfbewuste en betrouwbare partner zijn voor ons bestuur, onze inwoners, onze bezoekers en onze samenwerkingspartners. En ik doe mee. Ik ook.